Kultheld Milko Djurovski was in mei even terug in Groningen. De rookmagier speelde van 1990 tot 1994 in twee periodes bij FC Groningen. Hij koestert warme gevoelens aan zijn periode in Nederland. Ja, od uvek i volim da dođem u Groningen, ali nikako nije bilo neke situacije. Znači uvek me nešto dovuče da bi ja došao do tu. To znači prošli put smo radili tu knjigu Mangup, a sad radimo film. Mislim u Beogradu rade prijatelji, moji prijatelji televizije, jedan dokumentarni film o meni i onda smo rekli da bi došli da napravimo taj intervju i da pogledamo utakmicu protiv Ajaxa. Voor de documentaire over zijn leven keert hij dus even terug in Nederland. De supporters in Groningen zijn Milko Djurovski nog niet vergeten. De eerste kennismaking tussen de Groningers en Milko Djurovski vindt plaats op 18 oktober 1989 in het Oosterparkstadion. FC Groningen speelt in de tweede ronde van de Europa Cup 2 tegen het Joegoslavische Partizan Belgrado. FC Groningen wint nog met 4-3, maar door twee doelpunten van Milko Djurovski heeft Partizan een goede uitgangspositie voor de return. Pajovic. Djurovski. Milojevic werd onderweg neergelegd, maar dit is de actie van Djurovski en die scoort. Zestiende minuut en het is 1-0. En weer is het Milko Djurovski. Hier is nog toe Koep UEFA Utakmicu. Partizan FC Groningen, tako. Pošto kod nas u bivšoj Jugoslaviji je bilo do 28 godina da ne možemo u inostranstvo, posle te utakmice mi smo prošli dalje, pobedili smo Groningen i počeli smo te kontakte. De naam Milko Djurovski hoorde ik voor het eerst, zoals bijna iedereen in Groningen, bij die Europacup-wedstrijden tegen Partizan Belgrado. Ik weet niet meer in welk jaar, maar ja, toen was er iemand bij de... Bij die club die speelde echt helemaal geweldig. En dat is Milko Djurovski. Een hele pure voetballer. Alleen toen hadden we nog niet het minste vermoeden dat hij ooit bij FC Groningen zou voetballen. Groningen speelde tegen Partizan Belgrado. En ik was officieel tolk. Moet ik even vertalen voor Partizan. En die wedstrijd was in Oosterpark. 4-3 voor FC Groningen. Milko die speelde eentje van de beste wedstrijd. En iedereen vroeg mij... wie is dat? Of hij kan naar Groningen komen. En ja, dat, ik ben contact gehad met de bestuur van FC Groningen. En met Milko. En met bijna twee maanden onderhandelen is gelukt. Sam, FC Groningen heeft de najbolju ponudu. Znači, oni su mi rekli i tako sam se odlučio da dođem za Groningen. S tim što sam ja, gledajući celu okolnost, što se dešavalo, jer 88. Holandija bila prvak Evrope, imala fenomenalne igrače, i PSV, Ajax, i onda sam gledao utakmicu, mislim, igrao protiv Groningena i znao sam da je dobra ekipa. I nije mi bio problem da dođem u Holandiju, pogotovo što cenim holandski futbal i to se na kraju i pokazalo. Znači, da igraju lep futbal za publiku, puno se golova, da je fenomenalni igrači imaju. I... najbolji potez možda posle toga što sam bio u Zvezdi i Partizanu da sam došao u FC Groningen. Te prve godine smo bili treći, stalno smo svake godine smo ulazili u taj kup UEFA. I kažem, znači, došao sam u jedan, možda tad nije bio kao najveći klub, ali mislim da se sa vremenom Groningen među sigurno pet u Holandiji. In de zomer van 1990 maakt Djurovski de overstap naar FC Groningen. Hans Westerhof is op dat moment trainer en beschikt over een sterke selectie met spelers als Jan van Dijk, Jos Rosien en Henny Meijer.
Djurovski krijgt direct het vertrouwen van Hans Westerhof. Nu zijn er weer mogelijkheden voor Groningen. Tuin Kaat. Van Duren, voordeelregel. Goed toegepast door Lamers. Meijer. Een goal. Djurovski. Publiek op de banken voor deze goal van de Joegoslaaf. Groningen komt aan de leiding. Mag scheidsrechter Lammers bedanken omdat hij heel goed de voordeelregel toepaste. 2-1 voorsprong na 31 minuten. Maar ook blijkt al snel dat Djurovski anders is dan andere spelers. Sabau, Talment onderuit tegen Rosien. Talment slaat na en krijgt rood. Kan niet uitblijven. Rosien zegt nog, wat ben je toch een suffer Talment. En kan vertrekken, met God is boos. En nu is de beer los. Met keur erbij, jongen, wat een toestanden. Die zijn absoluut niet nodig. Uilenberg moet alle zeilen bijzetten om de baas te blijven. En nu denk ik dat ook Djurovski de klos is. Trainer Westerhof op het veld. Zo gebeurde het. De botsing tussen Talment en Rosien. En dan doet Talment dit, die trapt Rosien na. En dat is heel dom. En ook Djurovski is de pineut. Wegwezen. Of is het keur? Beide. Keur rood, Djurovski rood en Talment rood. Met God krijgt dan nog geel. Jongen, daar moet Uilenberg eventjes optreden in een wedstrijd die tot dan zo sportief verliep. 3 rode kaarten en een gele. Wat jammer. Hij was een held en ik was een jaar of 25 en blijkbaar nog steeds vatbaar voor helden. En wat hem zo bijzonder maakte was dat, kijk, Groningen is een boerenprovincie en iedereen loopt een beetje binnen de lijntjes, redelijk keurige mensen. En hij was iemand die volstrekt zijn eigen gang ging en gewoon deed wat hij wilde. Hij voetbalde in maillots, wat ook niemand deed in die tijd. Hij dronk, hij rookte, hij zat in het casino, hij deed eigenlijk alles wat sterren doen. En wij waren in Groningen helemaal niet gewend aan mensen die dat soort gedrag vertonen. Zato što je jednostavno, ne znam, ja sam zavolio taj grad, zavolio sam FC Groningen. Očigledno da smo nekako se povezali, znači i navijači sa mnom i ja sa njima. I koliko sam video i kad god dođem tu ili šta ja znam u bilo kojim novinama ili šta ima sada te neke, šta ja znam, Facebooke i te druge stvari, nekako kao da me oni vole kao što njih ja volim. Znači nekako smo povezani, zato se osjećam fenomenalno kad dođem tu. E, smatram jedan od mojih gradova, na primjer, i smatram kao da je Groningen grad, moj grad. Znači, posle Beograda, eto, Groningen mi je nekako ostao tu u srcu. Olde Riekerink gooit de bal naar de tegenstander, maar Van Duren doet er niet mee aan dat spelletje. Het was heel vriendelijk bedoeld van Olde Riekerink. Maar zou het te gek zijn als hier een doelpunt uitkomt en dat doelpunt komt eruit. MVV is stom verbaasd over deze afloop. Dat kan ik me voorstellen. En Olde Riekerink zal zich afvragen, ja, hallo, ik wilde die bal netjes gooien naar een MVV'er. Meijer en Gal. Meijer de winnaar. Prima paas. Djurovski is de zoveelste kans. Kijk of hij het nu benut, ja. Eindelijk scoort dan Djurovski. Na voortreffelijk werk van Henny Meijer. Die goal scoren op zich was helemaal niet moeilijk natuurlijk. Het moeilijke werk, dat was van Henny Meijer. De uitblinker vanmiddag. Die heel goed Djurovski aanspeelde. En die derde goal, dat was in feite maar kinderspel. Ten Kaat, steekballetje, Djurovski. Hakje is mooi, Ten Kaat. En nu gaat hij er alsnog in. Henny Meijer. En het geniale moment was natuurlijk van Djurovski. Balletje op de borst. Ten Kaat ziet wat er gaat gebeuren en sprint het gat in. Hij krijgt hem er niet in, omdat Menzo dat nog verhindert. Maar voor Henny Meijer is er daarna een koud kunstje om uit te halen tegen Ajax. De ploeg waar hij ooit deel van uitmaakte. 1-1 na een half uur. Bij die 3-0 kan het lekker voetballen. Huizing, Djurovski, die ook zijn goal wel wil. Jawel! Daar is hij dan eindelijk zijn goal. 4-0 Milko Djurovski. Vlotlopende aanval ook weer. Goeie werk opnieuw van Huizing. En Djurovski pikt ook zijn goaltje mee. Met nog een kwartier te spelen. Waarom hield Groningen zo van hem?
Omdat hij een hele goede voetballer was. Ik vind hem zelf, en ik weet dat ik heel belachelijk klink, maar ik vind hem zelf eigenlijk de beste voetballer die ooit bij FC Groningen speelde, in talent dan. Maar juist omdat hij grillig was en ook iemand die emoties vertoonde en ook soms volstrekt zichzelf was. Kijk, wij proberen altijd te doen wat de trainer doet, hij niet. En ja, dat maakt hem toch wat aan een volksidool. En hij is heel gewoon gebleven. Eigenlijk, hij komt ook van het platteland. Dit hier is ook het platteland. En dat op een bepaald moment voel je dat hij eigenlijk hier heel goed past. De wraak van Djurovski of niet? De wraak van Djurovski. 0-1. Fenomenale traptechniek van de Joegoslaaf. Die twee dotten van kansen niet benutten. Trapt deze vrije schop feilloos langs de muur en langs Jansen. En zo staat Groningen op voorsprong. Na 18 minuten de tweede helft. Dat hij ook van de stad hield, schoof hij niet onder stoelen of banken. Djurovski kwam graag in het uitgaansleven en kreeg al snel de bijnaam de rookmagier. Of course he was a great player. He had a good career. I not said a great career, but good career. Maybe he could be better than he was. But it is our Milko. You know, it is our Milko. We love him like a player, like a magical player, and love him like a person. He is a very good person. Persoon, hele goede man, goede karakter, schijt voor iedereen. Leven geniet. Hij was op die capaciteit, die kwaliteiten wat hij had. Jammer dat hij niet 100% voor voetbal. Hij was voetballer. Hij was ongelofelijk. Iedereen weet in Groningen wat voor voetballen, maar voor hem was leven eerste en dan voetballen tweede plaats. Van Dijk, Djurovski. Nu heeft hij het bijna voor elkaar, Djurovski. Maar ik weet niet wat hij wil. Hij geeft het als aan Rosin, die wel weet wat hij wil. Natuurlijk gaat de dank ook uit naar Djurovski, maar soloacties kunnen ook te ver doorgevoerd worden. En zover was de Joegoslaaf bijna, zei het, dat het aanzien best waard was. Maar pas als Rosin in het spel betrokken wordt, blijkt het echt doeltreffend. En komt Groningen na 28 minuten op 2-0. Wie gaat er het hardst in? Dat is Ten Kaat. En Djurovski. Dubbele dekking. Vanenburg is hij kwijt. Nu Valks. Meijer. Schitterende goal. Ontreddering bij PSV. Henny Meijer, de man die voetballer van het jaar wordt. Prachtig moment. Maar briljant natuurlijk de actie van deze Djurovski. Die Vanenburg uitspeelt. En dan Henny Meijer vindt. Volledige balcontrole. En daar hangt hij. 36e minuut. Van Duren. Djurovski, met de jongen achtervolging, 2-0 Groningen. Milko Djurovski's wraak. Desorganisatie bij PSV. Dit lijkt op buitenspel. In de eerste helft was het zeker niet zo, maar Djurovski mag doorgaan. Kiest de goede hoek en schiet hij PSV's landstitel aan barrels hier in het kletsnatte Oosterpark in Groningen. Dat is de vraag. Meijer. Frommelt zich er weer doorheen. Meijer is 4-1. Henny Meijer, 3 doelpunten. En deze is typerend voor hem. Henny Meijer met 2 PSV'ers, Valks en Heinze in zijn buurt. En hij rommelt zich er langs. Het slimme hakje dan natuurlijk van zijn maat voorin, Djurovski. En Meijer bekroont een fantastisch seizoen met zijn 3e goal vanmiddag. Djurovski krijgt een staande ovatie van de 20.000 in het Oosterpark. Een perfecte wedstrijd gespeeld. En Bert Stuurman vervangt hem de laatste 10 minuten. Blijft hij volgend jaar hier in het Oosterpark?
Of vertrekt hij? Zijn shirt gunt hij in elk geval aan de aanhang. Of course, he loved to sing. He loved to go to the clubs, to the restaurants. He smoke, he drink. No, but on the pitch he was a very nice player, very good player. For the dressing room, he was very positive, and it's Milko. You know, there is no way to change his life on that time, especially on that time. Het is een hele grillige persoon, en ik vermoed wel dat het invloed had op zijn spel, want hij was al vaak moe. Dat zei ik heb zijn broer geïnterviewd in Belgrado. Die heeft met hem samengevoetbald en Milko was wel eens moe. Hij zegt ja, dat kwam vanwege zijn rijk sociaal leven. Dus het kan niet anders, dat heeft hier ook invloed gehad. Maar het was of heel goed of heel slecht. Maar dat is ook weer het leuke. Kijk, als iemand elke week goed voetbalt, is er ook niks aan. Maar je moet iemand hebben waar je gaat naar het stadion om iemand te zien voetballen, iemand goed te zien spelen. Maar je gaat naar het stadion om je te kunnen ergeren. En Milko was ook iemand waar je heel goed aan kon ergeren. We call them Serbian or Yugoslavian or Macedonian or Holland George Best. No, his life like a football player was very similar. En mag Djurovski aanleggen vanaf 11 meter. Hij doet dat cool en Groningen staat op 1-0 in de 11e minuut. Meijer, te kort voor Holband. Van Oosten. Dat is listig wat daar gebeurt. Dat is vragen om problemen en die krijg je dan. En Meijer gaat 2-1 scoren. Djurovski. En Djurovski doet zijn belangrijkste werk in een paar minuten tijd. Eerst herovert hij de bal op Schellevis en heeft zo zijn aandeel in 1-1. En nu rolt hij deze aanval waarin Meijer een rol had. En waarin ook Holband betrokken was. Vrij af in tweede instantie. En is het 2-1 voor Groningen. Djurovski, doet hij het? Hij doet het. 10e minuut 1-0. En waar Djurovski een aantal malen geprobeerd heeft om persoonlijk succes te scoren zonder gevolgen, lukt het nu wel en brengt hij Groningen op 1-0. Besluit is gevallen, wie er gaat trappen aan Groningse kant. En dat lijkt Djurovski te worden. Twaalf en een halve minuut verstreken sinds het begin van de tweede helft. Bal is vrijgegeven. En Djurovski scoort! Zo is het mogelijk in 6 minuten tijd met Cambuur gedaan. Eerst die volley van Bos en dan de vrije trap van Milko Djurovski. En het is 3-1. Polder Riekerink. Meijer, goed achteruitleunend. Djurovski. Ja, 1-0. Faber voelt de pijn vooral, want hij was onderweg met Djurovski. Het is Meijer die het juiste moment bepaalt. Meenemen, nu. En dan staat Faber daar bij Djurovski en ik kan hem niet houden. 1-0 in de tweede helft na een minuut of 6. Schrijver Herman Sandman bleef altijd fan van Milko en bracht in 2016 een boek uit genaamd Mang op Milko. Met Djurovski weet je het nooit. Maar zondagmiddag was hij bij de boekpresentatie in het supportershome van FC Groningen. Zonder hem is het de helft van het feest natuurlijk. Ik bedoel, als je een boek schrijft over Milko Djurovski, dan moet hij er zijn. En als hij er niet is, ik bedoel, niemand zit op mij te wachten, maar wel op Milko. Dus ik vind het helemaal geweldig dat hij komt. Dit is hem. Dit is hem. Dat is eigenlijk ook zomaar ontstaan. Ik had een boek geschreven over AP Alberts. Dat was de dokter chemicus, een saxofonist die ook dokter is in de chemie. Ook een hele afwijkende man, ook heel Gronings, maar toch ook volstrekt zijn eigen gang volgt. Ook getalenteerd, maar ook heel grillig. Dus niet gestructureerd. En ik had het boek geschreven en ik vond het heel leuk om te doen. En ik vind ook dat. En het was een soort voorbeeld. En Milko is ook een voorbeeld, een held. En ja, ik vond het leuk dan om zo'n boek te schrijven over mijn held.
En ik vind ook dat dat soort boeken geschreven moeten worden. Het lijkt zo zijn, de verkoop is niet, ik ben er niet rijk van geworden, maar ik ben wel blij dat ik het boek geschreven heb. Tot het balletje van Scholten, wat kort is voor Schreuder, en dan is daar plotseling Jurovski, en die scoort! Zo ineens! Nog geen bal gehad, en de groei. En deze van Jurovski dus ook niet. De flamboyante Jurovski kreeg in Nederland de bijnaam de rookmagier. Maar of hij die bijnaam nog steeds eer aan doet? Pa da, to je bilo po novinama i svude, ali mogu da razočaram sve ove novinare i te što govore da sam ja kao rock magijer, tako, jer već 3 godine ne pušim cigarete. Znači, da, pa dobro, oni su dali jer sam ja zapalio, neki put sam ja zapalio i na poluvremenu, tako, i pa dobro, bilo, pili smo i pivo, pili smo, šta ja znam, kafe, cigarete i to. Nekako sam ja sve to smatrao. Ja nisam bio rob fudbala. Znači, ja sam voleo malo da budem nekako drugačiji. Ali mislim da sam ja na terenu pružao maksimalno dobro, možda na svim utakmicama, čime onda tu tako simpatišu i šta ja znam, da ne kažemo vole me, ali dosta utakmica sam odigrao dobro, čim su me tako zapamtili. To znači, nisu me zapamtili samo po cigaretama, nego su me zapamtili vjerojatno i po tim. Pa da, u principu, mislim da je ta moja generacija, 91. Bili smo, ne znam da li poslije toga neko bio bolji nego što smo, mislim da smo napravili treće mjesto, smo bili, da niko do sad nije dobro, ne uzimajući kad su ovi što su osvojili kup. Pa da, to je to. Ali kažem, nažalost, ovih svi koji su bili, ne nažalost, to se malo šalim, već 3 godine ne pušu.